staan bij het kanaal van Deurne nu. Ik had ook gewoon hier kunnen parkeren. We hadden wat broodjes mee moeten nemen. Kijk, daar had je er ook kunnen komen. We gaan vandaag even geocache doen. Of dat gaan we proberen in elk geval. Er staat dat het 4 kilometer hier vandaan is. Maar dat is hemelsbreed natuurlijk. En dat gaat hier in elk geval niet werken. Dus, we nemen de auto. Laten we gaan. Nou, we zijn er. We zijn 346 meter, dacht ik, van de locatie. Sta je er in the middle of nowhere. En dan moet je nog zoeken waar je met goed fatsoen je auto kunt parkeren. We zullen eens even wat fatsoenlijk schoensel aandoen. Een slokje dorst wat water wat gaat komen dadelijk. Laten we deze maar eens meenemen vandaag. Ik weet niet of we hem gaan gebruiken. Maar hij ligt hier toch in de auto te vallen. Nou is te hopen dat een streepje op de kaart stond dat dat ook echt een weg is. Maar dat gaan we uitvinden. Ik had ook gewoon hier kunnen parkeren. Laat de auto eens achteruit en rijden. Dan had die voor mij ook wel eens spijt geworden. ...25 meter van locatie. Nou, hij zou hier ergens moeten liggen. Laten we kijken of ik hem vinden kan. Daar zat een wat kromme plank, maar daar zat hij ook niet dus. We staan bij het kanaal van Deurne nu. Nog steeds op dezelfde bruggetje. Ik heb hem gevonden. Ik ga natuurlijk niet exact erbij vertellen waar die is, anders is het spelletje niet meer leuk. Ik kan wel vast verklappen dat hij er zo uitziet. Staat er ook op. Geocaching. We hebben het boekje. En daar schrijf je de naam op. En de datum, maar dan moet ik dadelijk even op de camera kijken welke datum dat is. En dan gaan we hem zo weer terugleggen. Zo, een mooi bankje gevonden. We hadden wat broodjes mee moeten nemen. Hier achter mij, daar is het brugje waar we net waren. Het is trouwens wel een vrij populair brugje. Volgens mij is het het enigste brugje ook. Want iedereen die komt hier langs gefietst en gewandeld. Maar ja, dan zullen we maar even wat zwerfafval oprapen. Het is niet dat nou dat je nou zegt van was het hier een bende, maar die sigarettenfilters dat duurt echt 50 jaar of zo voordat die vergaan. Komt een auto langs rijden, had hier ook gewoon met de auto kunnen komen dus. En we hebben hier een prullenbak.
Zo, hebben we toch weer wat goeds gedaan. Ik zal het dadelijk even laten zien. Er is hier ook gewoon een weg. Kijk, daar had je er ook kunnen komen. Het is zelfs ook nog gewoon een asfaltweg. Zo, we zitten weer terug in de auto. Laten we wat drinken om het te vieren. Piepende bandjes. Click it or ticket.